Beste Europees Parlement, ik heb onlangs opgemerkt dat ik dicht bij een detentiecentrum voor migranten woon. Ik heb altijd het idee gehad dat dit een gevangenis was voor mensen die een misdrijf begaan hebben. Nu begrijp ik echter dat de mensen in dit centrum nooit iets verkeerd gedaan hebben. Ze hebben alleen niet de juiste papieren om hier te wonen. Ik heb onderzoek verricht en blijkbaar kunnen mensen maandenlang opgesloten worden in de gevangenis. In sommige landen worden zelfs kinderen gedetineerd. Volgens sommige mensen wordt dit gedaan om hen te overhalen om terug te keren naar hun land. Ik heb studies gevonden die aantonen hoe schadelijk een detentie is. Maar ik vind er geen waarin vermeld wordt dat het werkt. Ik kan een systeem dat zoveel schade aanricht niet steunen. En ik kan niet geloven dat er geen andere oplossing is. Ik wil dat u het systeem in vraag stelt en ik eis een verandering. Daarom ga ik stemmen in de volgende Europese verkiezingen.